ga je vandaag doen? Vandaag gaan we een keukentafelgesprek voeren. Om te kijken wat we de mensen adviezen kunnen geven voor het verduurzamen van hun monument. Bij een oud pand? Bij een oud pand, ja. Hey, ja. Goedemorgen. Wil ons welkom, monumentwacht op water. Ja, komt erin. Kom voor het keukentafelgesprek. Ja. De monumentenwacht helpt monumenteigenaren bij het onderhoud van hun pand. Deze deur en dan nog een deur. Naast het beoordelen van de staat van onderhoud voeren de monumentenwachters kleinschalig herstel- en onderhoudswerk uit en geven zij gerichte adviezen voor de korte en lange termijn. Monumentenwacht Noord-Brabant inspecteert de meest uiteenlopende objecten, variërend van boerderij tot herenhuis, van kasteel tot klooster, van molen tot industrieel complex en van kapel tot kathedraal. Nou, het keukentafelgesprek, een beetje welkom. Wat de bedoeling is. Ja, ik heb iets gehoord en gelezen. Ja, dus nou, we gaan vandaag eerst een gesprek met u aan over het gebruik van het pand. En dan gaan we een rondgang door het pand doen om te kijken hoe het pand erbij staat qua isolatie en dergelijke. En dan gaan we proberen tips te geven, adviezen te geven hoe het in eerste instantie hoe het verbruik te beperken. Ja. Dat is de eerste doelstelling, om zo min mogelijk energie te verbruiken. Ja. En dan mogelijk wat kansen op te sommen voor het verder verduurzamen die dan weer in een vervolgtraject meegenomen kunnen worden. Ja. Dit keer een keukentafelgesprek in een oud huis, een monument wat nauwelijks geïsoleerd is. Nou, ik ben altijd nog benieuwd hoe het minder kan zijn. Ja. Want het is een oud huis en het is eigenlijk nauwelijks geïsoleerd. Ja. Nee, maar ik lees hier doorgegeven 3287 kilowatt stroom per jaar en 2019 kilowatt. En dat is voor zo'n huis niet heel veel? Is niet, nee, niet extreem, nee. Nee, nee, niet extreem veel. Maar dat kan ook aan het gebruik liggen natuurlijk. Ja. Dat er heel bewust omgaat met... Toch weten de bewoners door zeer bewust om te gaan met het energieverbruik de rekening laag te houden. En we hebben een buitenthermostaat en sinds we die hebben is het gebruik in ieder geval heel erg naar beneden gegaan. De adviseur van Monumentenwacht neemt met de woningeigenaar relevante informatie door om beeld te krijgen van de technische staat van de woning en het gebruik ervan. Zonnepanelen extern? Nee. Soms met inventieve oplossingen, zoals verwarmde kussens. Nee, het enige wat we hebben sinds kort, dat is verwarming in de kussens die wij buiten hebben. Oh, oké. En die gaan op een accu'tje. En die moet opgeladen worden en die wordt in zoveel tijd. Dat is het. Ja. En nou, het voordeel is in ieder geval dat je dan veel vaker 's avonds op buiten gaat zitten. Ja. En dan heb je dus het echte ei van Columbus. Tijdens deze opname ontstaan er vragen waarop direct op geadviseerd kan worden. Nee, er zit een, zeg maar onder deze houten vloer, daar zit, bij de restauratie hebben ze daar een betonnen vloer onder gemaakt. Ja, maar dus, er is geen isolatie. Nee, er zit ook geen kruipruimte onder hier. Voor- en nadelen worden dan uitvoerig besproken. Dus ik weet ook niet, daar hoop ik ook wel advies over te krijgen, van kan daar überhaupt iets mee met zo'n kleine spouw? Nou, het is in de regel zo, maar ja, dat zou een kans zijn tot isolatie, maar als de spouw zo beperkt is, dan is spouwmuurisolatie eigenlijk niet toepasbaar. Ja, ja, ja. In de regel, maar daar zou dan nog verder onderzocht moeten worden, is het vanaf 5 centimeter en dan mits de spouw aan een x-aantal voorwaarden voldoet, is die spouwmuurisolatie een mogelijkheid. Tijd voor de rondgang. Meestal vindt de inspectie plaats van boven naar beneden. Met ook in dit geval het verwarmingssysteem op de zolderverdieping. Hij wil niet. Een beetje een beeld van de leidingen. De inspecteurs van Monumentenwacht nemen de tijd om allerlei bouwkundige checks te doen. En de vele vragen die tijdens deze schouw ontstaan, direct te voorzien van advies. Ja,
komt expliciet mij niet in het deel. Een aantal grondslag moeten liggen voordat je daar gaat doen, hè, om condensproblemen en dergelijke te voorkomen. Dus wij in dit keukentraagspraak, in dit stadium gaan wij niet zeggen dit isolatiemateriaal kunt u hier toepassen en zo doen. Dat is een traject verder, maar het is wel een kans hier om te verduurzamen. Om eens te onderzoeken van nou, wat is de beste oplossing? Ja, dilemma's. Ja, dat vraagt dan even goed voor uzelf ook een afweging van in welke volgorde ga ik dat, dat aanpakken. Ga ik dan eerst het dak goed doen en ik combineer dat, dat ik het in één meeneem. Ja. Dan zou ik kunnen spreken, ik ga voor buitenisolatie. Ja. Dat is altijd technisch gezien een betere oplossing. Ja. Of je zegt, ja, ik wil nu verduurzamen en dit zie ik dan straks alweer in later. Ja, zeg maar, er is toen wel een keer naar gekeken en dat is... De woningeigenaar wordt op deze wijze meegenomen in het hele proces van inventariseren en kansen voor verduurzamingen. Aan het einde van deze inspectie worden alle opties nog eens doorgesproken. De woningeigenaar ontvangt achteraf een overzicht met het inspectierapport. Alle aanbevelingen en tips om direct mee aan de slag te gaan. Bevindingen zijn nou de op zich, het verbruik in het begin van het gesprek al gebleken, valt redelijk mee binnen deze woning. In het gesprek is gebleken dat voornamelijk komt door het bewust gebruik van hoe de mensen ermee omgaan. Hè. De buitenvoeler, de thermotaalknoppen die consequent gebruikt worden per waar het gebruik nodig is, daar wordt verwarmd. Verder hebben we toch wel kunnen zien dat er qua isolatie toch nog wel verbeterpunten zijn. En het grootste dilemma voor ons is wel moeten wij nou denken aan dakisolatie? Want als je op het internet kijkt, dan noemen ze dat vaak als een van de dingen die veel opleveren. Maar omdat wij de zolder niet zoveel gebruiken, is voor ons toch wel de vraag van, ja, we moeten eens naast elkaar gaan zetten. Moeten we nou het dak isoleren of moeten we het de vloer van de zolder isoleren? En dan komen hele gekke dingen ook ter sprake van, ja, doe je het voor jezelf? En zo zitten wij er eigenlijk wel in, hè? Doen we het voor onszelf of doen we het voor een toekomstige generatie die ook ooit dit huis weer over zal nemen? Woningeigenaren kunnen lid worden van Monumentenwacht, waardoor het pand kan rekenen op geregelde inspecties en advisering. Eenvoudig en snel geregeld, maar met grote impact voor het behoud en waarde van uw monumentenpand. Wilt u meer informatie? Ga dan naar de website van Monumentenwacht Noord-Brabant.